Dag jongens en meisjes, in deze sessie werken we verder met getallenleer hoofdstuk 6. Dit kunnen we al. Gehele getallen optellen en aftrekken hebben we al geleerd in hoofdstuk 3. De voorbije les, bij mevrouw Pasteur, hebben jullie al een onderdeel geleerd van hoofdstuk 6, namelijk G26, breuken vereenvoudigen. En dit gaan we nu leren. G27, breuken optellen en aftrekken. Doen jullie mee in jullie werkboek? Neem dan nu pagina 268. De titel van dit leerstofonderdeel is G27, breuken optellen en aftrekken. Breuken optellen en aftrekken is geen totaal nieuwe leerstof voor jullie. We hebben dat dit schooljaar al gedaan, in hoofdstuk 1. Maar dat is inderdaad al een tijdje geleden. Daarom gaan we even kijken of jullie er nog wat van weten. Jullie mogen nu meedoen in jullie werkboek op pagina 268, de eerste drie oefeningen van opverkenning A. De opgave is reken uit. Hier zijn de drie opgaves. Eerste oefening, 7/8 plus 5/8. Hoe ging dat weer al, breuken optellen? We hebben geluk. Deze breuken hebben al dezelfde noemer. Ze zijn gelijknamig. De rekenregel zei dan, we behouden de noemer en we tellen de tellers op. In dit geval geeft dat dus 7 plus 5 voor teller. En de 8 is de noemer. Dus dat geeft de breuk 12/8. Die breuk 12/8 die kunnen we echter nog vereenvoudigen. En daarvoor gebruiken we de GGD. Dat heeft mevrouw Pasteur jullie daar straks uitgelegd. 12 en 8 kunnen we allebei delen door 4. En dan krijgen we als basisbreuk de breuk 3/2. Dus denk eraan. Bij het optellen en aftrekken van breuken gaan we altijd uiteindelijk de uitkomst als basisbreuk schrijven. De tweede opgave nu. 8/7 min 2/3. Oei, die lijkt toch precies een beetje moeilijker. Want de breuken hebben niet dezelfde noemer. We gaan eerst kijken of we de breuken niet kunnen vereenvoudigen. Nee, dat lukt hier niet. Dan moeten we voor de twee breuken één nieuwe noemer bepalen. Een noemer die past voor 7 en voor 3. Wat stellen jullie voor? 21 is inderdaad een goede keuze. Dus de eerste breuk, 8/7, is gelijk aan hoeveel 21ste? Om van 7 naar 21 te gaan, doe ik maal 3. Dus doe ik ook de teller 8 maal 3 en krijg ik de breuk 24/21. De tweede breuk, 2/3, wat wordt dat op nummer 21? 3 maal 7 is 21, dus doe ik ook de teller 2 maal 7 is 14. Dus ik krijg de breuk 14/21. Nu onze twee breuken gelijknamig zijn, passen we het volgende stapje van de rekenregel toe. We behouden de noemer 21 en we berekenen de som van de termen. Of in dit geval het verschil. 24 min 14. 24 min 14 is 10. En de noemer blijft 21. Dus de uitkomst is 10/21. Kunnen we die breuk nog vereenvoudigen? Nee, dat gaat niet, want 10/21 is al een basisbreuk. Zo, hebben jullie het een beetje begrepen? Probeer dan nu de derde oefening eens alleen. Ik wacht wel even. Even kijken of jullie het goed gedaan hebben. De twee breuken kunnen niet vereenvoudigd worden. Ze zijn niet gelijknamig, dus ik moet een nieuwe noemer zoeken.
een noemer die past voor 3 en 2. Ik hoor jullie al denken, dat gaat noemer 6 zijn. Inderdaad, 4 derde wordt 8 zesde en 1 tweede wordt 3 zesde. Dus krijgen we 8 zesde plus 3 zesde. We behouden de noemer 6 en we tellen de tellers op. 8 plus 3 over 6. Dat geeft 11 zesde. En 11 zesde is weer al een basisbreuk die we niet meer kunnen vereenvoudigen. Tot het stappenplan dat we al gezien hebben op pagina 68. We gaan het even herhalen. Hoe ging het weer al om breuken op te tellen en af te trekken? We doen dat in 4 stappen. Eerst proberen we de breuken te vereenvoudigen, als dat mogelijk is. En mevrouw Casteur heeft jullie daar straks geleerd hoe we dat dan vlot kunnen doen. Dus 4 zesde plus 4 twaalfde min 3 vijftiende. Daar kunnen we elke breuk vereenvoudigen. En dan krijgen we 2 derde plus 1 derde min 1 vijfde. In een volgende stap gaan we de breuken gelijknamig maken. We zoeken dus een passende noemer voor 3, 3 en 5. Die nieuwe noemer wordt 15. Dus we krijgen 10 vijftiende plus 5 vijftiende min 3 vijftiende. In een derde stap gaan we de tellers optellen, maar let op, houd rekening met de rekenregel voor het optellen van gehele getallen en behoud de noemer. Dus we doen 10 plus 5 min 3 over 15. Dat geeft dan de breuk 12 vijftiende. Als laatste stap moeten we controleren of we die breuk niet kunnen herleiden tot een basisbreuk. Inderdaad, in dit geval kan dat wel. 12 en 15 kunnen we allebei delen door 3 en zo krijgen we de basisbreuk 4 vijfde. Nu staan we even kijken of jullie de 4 stappen onder de knie hebben. 4 zestiende plus 15 achttiende. Wat gaat dat worden? We passen het stappenplan toe. Stap 1, we gaan breuken vereenvoudigen met behulp van de GGD. 4 zestiende en 15 achttiende. 4 zestiende kunnen we vereenvoudigen tot 1 vierde. 15 achttiende kunnen we vereenvoudigen tot 5 zesde. Dan komt stap 2. We gaan de breuken moeten gelijknamig maken. 1 vierde en 5 zesde gelijknamig maken. Eigenlijk kunnen jullie dat al. Maar sommige leerlingen gaan voorstellen, we nemen de noemer 24. Andere leerlingen gaan nog een beetje verder, nemen de noemer 36. Misschien is er ook wel iemand die denkt, noemer 12 kan toch ook. En inderdaad, noemer 12 is de kleinst mogelijke noemer die past voor de breuken 1 vierde en 5 zesde. We spreken af dat we vanaf nu ook de kleinst mogelijke oplossing gaan nemen. Dus de breuken 1 vierde en 5 zesde maken wij gelijknamig en het wordt dan de breuk 3 twaalfde en 10 twaalfde. 12 noemen we het kleinste gemeenschappelijk veelvoud of KGV van 4 en 6. Hoe zoek je nu het KGV van twee getallen, in dit geval 4 en 6? Je bepaalt eerst alle veelvouden van het eerste getal, daarna alle veelvouden van het tweede getal. Dan zoek je de gemeenschappelijke veelvouden en je neemt daar het kleinste van. Dus we gaan eerst naar de verzameling van de veelvouden van 4. 4n, weet jullie nog? Dat hebben we in hoofdstuk 2 al geleerd. 4n is de verzameling, accolade open, van getallen 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 en zo verder. Dan zoeken we alle veelvouden van 6. 6n is de verzameling van de getallen 0, 6, 12, 18, 24 en zo verder. Dan zoeken we de gemeenschappelijke veelvouden. Met andere woorden, we bepalen de doorsnede van beide verzamelingen. Dit is de verzameling van
getallen 0, 12, 24 en zo verder. En nu zoeken we daar kleinste gemeenschappelijk veelvoud uit. Ja, inderdaad, dat hebben jullie goed gezien. Dat zou dan 0 zijn. En eigenlijk zou onze hele uitleg dan overbodig worden, want dan zou het altijd 0 zijn. En dat kan toch niet. Daarom spreken we af dat 0 niet mag meedoen. Dus het kleinste gemeenschappelijk veelvoud is het kleinste veelvoud dat beide getallen gemeenschappelijk hebben, maar het mag niet 0 zijn. In dit geval is het dus 12. Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van 4 en 6 is 12. Dit vinden jullie terug op de groene kader, pagina 268. Het begrip kleinste gemeenschappelijk veelvoud. Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van twee getallen is het kleinst mogelijke natuurlijk getal verschillend van 0 dat een veelvoud is van beide getallen. Hoe noteren we dat? KGV, tussen haakjes, de getallen 4, 6, is 12. Hoe lezen we dat? Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van 4 en 6 is 12. Deze groene kader moet jullie kunnen toepassen. Schrijf dat er al maar vast bij. Nu komen we aan stap 3 van ons stappenplan. Namelijk, we moeten onze breuken die we gelijknamig gemaakt hebben, effectief gaan optellen. Wat zei stap 3 dan? We tellen de tellers op en behouden de noemer. Dat geeft dus hier in ons geval 13 twaalfde. Nu komt nog stap 4. Stap 4 was, vereenvoudig indien mogelijk het resultaat tot een basisbreuk. Maar als we nu even kijken naar onze uitkomst, 13 twaalfde, 13 twaalfde kunnen we niet meer vereenvoudigen, is al een basisbreuk. Dus jullie zien, stap 4 kan soms niet. Om jullie op weg te helpen, gaan we nu eventjes terugkijken naar onze verkenning. Breuken optellen en aftrekken. Verkenning A hadden we daar straks al gemaakt. Hier verschijnt ze nog even in beeld. En om te testen of jullie het nu doorhebben, gaan jullie nu de volgende drie oefeningen samen met mij proberen op te lossen. Maar let op, we hebben ze een beetje moeilijker gemaakt, want we hebben verschillende tekens gebruikt. Eerste oefening. Min 6 vijfde plus 5 derde. De breuken kunnen niet vereenvoudigd worden, dus die stap valt al weg. We moeten een gemeenschappelijke noemer zoeken. Kleinste gemeen veelvoud van 5 en 3 is 15. Dus we gaan de breuken op dezelfde noemer 15 zetten. Min 6 vijfde wordt min 18 vijftiende. En 5 derde wordt 25 vijftiende. Wat doen we dan? We behouden de noemer en we gaan de tellers optellen. Dus we kregen als teller min 18 plus 25 en als noemer nog steeds 15. De uitkomst wordt uiteindelijk 7 vijftiende. Kunnen we die breuk nog vereenvoudigen? Nee, dat gaat niet. 7 vijftiende is al een basisbreuk. Oefening 2. Min 3 vierde min 1 achtste. Eerst gaan we kijken of we geen breuken kunnen vereenvoudigen. Dat kunnen we hier niet. Dus gaan we over naar stap 2. We zoeken het kleinste gemeen veelvoud van de noemers 4 en 8. Dat is inderdaad een makkelijke. Het kleinste gemeen veelvoud is hier 8. Dus we krijgen min 6 achtste min 1 achtste. Dan gaan we weer de tellers met elkaar optellen. Min 6 min 1 over 8. En dat geeft, rekening houdend met de rekenregel voor het optellen van gehele getallen, min 6 min 1 wordt min 7 achtste. Zoals jullie bij mevrouw Pasteur geleerd hebben, mogen jullie kiezen of jullie het minteken voor de breukstreep schrijven of voor de teller. Hier hebben we ervoor gekozen om het voor de breukstreep te schrijven, maar voor de teller mag natuurlijk ook. Denk wel aan de afspraak dat we nooit een minteken in de noemer laten staan. Derde oefening. 5 zesde min min 1 vijfde. Geen van beide breuken kan vereenvoudigd worden. Dus zoeken we een nieuwe noemer. Gemeenschappelijke noemer voor
6, 5 is 30. Dus we krijgen 25 dertigste min 6 dertigste. We gaan weer onze noemer behouden en de tellers optellen. Let goed op, kijk goed naar je tekens, want in de teller krijgen we nu 25 min 6. Nu, de slimmerikken onder jullie hebben daar al onmiddellijk 25 plus 6 van gemaakt. Want we hebben in een vorig hoofdstuk geleerd dat min haakje min plus wordt. Uitkomst wordt dus uiteindelijk 31 dertigste. En deze breuk kunnen we ook weer niet vereenvoudigen. 31 dertigste is al een basisbreuk. Alle stapjes staan samengevat in het stappenplan op pagina 270. Sorry. Jullie moeten het kunnen toepassen. Breuken optellen, aftrekken, hoe doen we dat weer al? In 4 stappen. Stap 1, we proberen de breuken te vereenvoudigen, indien mogelijk. En daarvoor gebruiken we de GGD. Stap 2, we maken de breuken gelijknamig. En we hebben net geleerd dat we daar het KGV voor gaan gebruiken. Stap 3, we tellen de tellers op. Houden altijd rekening met de rekenregel voor het optellen van gehele getallen en behouden de noemer. En uiteindelijk, als laatste stap, proberen we het verkregen resultaat te vereenvoudigen tot een basisbreuk. Hebben jullie het goed begrepen? Dat zullen we dadelijk zien aan de oefeningen. We hebben een aantal oefeningen voor jullie geselecteerd die jullie nu gaan maken in jullie werkboek. En achteraf verbeteren. Oefening 37, oefening 35, oefening 45 en oefening 49. De verbetersleutel staat zoals altijd op Smart School. Weet jullie het nog? Je gaat naar vakken, A1 wiskunde, klik bij documenten, eerste jaar, getallenleer, hoofdsucces. Zo, jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie dit onderdeeltje goed begrepen. Jullie alvast veel succes. Mocht jullie toch vragen hebben, aarzel dan zeker niet om deel te nemen aan ons vragenuurtje, ons contactmoment, op dinsdag vanaf 11 uur. Laat wel even weten of je aanwezig zult zijn. Succes! Dag!